een nieuwe Op Stap met Bonte en de Vaan. En Theo, dan mag jij de kijkers eens gaan vertellen waar wij vandaag terecht gekomen zijn. We zijn vandaag in Hintan bij Nimrod. En dan hoor ik u denken, wat is Nimrod? Dat is een... Slaat hem dood. Een oude krijger uit de Griekse mythologie, dat zei hij. Ja. Dat ja. zei hij. Heb je heel goed gezien. Onthouden. Heel goed gezien. Maar wij zijn niet meer reden, want het is een handboogvereniging in Hintam. En jouw moeder wist waar die vroeger zat. De Drie Linden. De Drie Linden, daar zat hij vroeger. Die bestaat vandaag, even kijken, 1862, dus ongeveer 150, 152. Ik ken geen 151 tellen. Jaar. Telraampje. Komt nu onder in beeld. 151 jaar zijn 151 jaar bestaat deze handboogvereniging. Dus zijn wij uitgenodigd vandaag. Want we... Taartgebak. Taartgebak. Nog een meefeest. Nou, ze hebben het eigenlijk al gevierd, maar ja, natuurlijk een beetje media-aandacht is altijd leuk. Dus dan verraden gewoon onze Theo en de Van. We mogen naar Klukklukje gaan spelen. We gaan vandaag pijltjes schieten. Klukkluk. Pijltjes schieten, Theo. Maar ik heb gehoord in ieder geval dat jouw motoriek niet zo goed is. Dus ik ben benieuwd hoe ga je die pijltjes. Ik zie die rode stip echt niet. Nou, we gaan even een kijkje nemen. Ja. Er staat een lekker bakje koffie voor ons klaar. Dus laten we even lekker naar binnen gaan. Of niet, hè? Dat doen we. Een nieuwe dag, een nieuw avontuur voor de zusjes Bonte en de Vaan. Waar zullen ze deze keer op afgestuurd worden? Nou, we zitten lekker aan de koffie. Met de voorzitter van Nimrod. Ja, met de voorzitter. Ik ben de voorzitter, ik ben Wim Bressers. Sinds een jaar voorzitter van Nimrod. Vorig jaar is onze voorzitter overleden. Twee dagen voordat we ons 150 jaar bestaan zouden vieren. En, dus toen hebben we het niet gevierd. We hebben alle festiviteiten uitgesteld vorig jaar. En nu hebben we dit jaar hebben we die weer opgepikt. Dus we hebben een open dag georganiseerd. Een hele hoop dingen eigenlijk. En druk bezocht, die open dag? Ja, ik vind van wel. We hadden zo'n 250 bezoekers. Dat is eigenlijk meer dan we verwacht hadden. Ja. 150 hadden verwacht, dus dat is best... We hadden natuurlijk een geweldige publiekstrekker. Het Nederlands herenteam kwam schieten. Zijn een maand geleden ongeveer zijn ze Polen-Europees kampioen geworden. Dus dat was geweldig dat die jongens wilden komen. Mm-hmm. En dat was heel gezellig. En hebben jullie nog veel leden? We hebben 25 leden. Ja. En de leden daar zijn allemaal ouder? Ja, de gemiddelde leeftijd is 56 jaar. Ja. Dus, is het nog populair bij jongeren? Ja, het begint steeds populairder te worden. Eigenlijk dankzij de Olympische Spelen. Ja. Rick van der Ven heeft een geweldige prestatie geleverd door vieren te worden. En handboogschiet is op tv geweest. En we merken dat het handboogsport aantrekt, ook bij jongeren. Ja, het is juist echt door de sport, hè, handboogschieten. Ja, het is een sport. Maar je wordt er niet echt moe van, hè? Nee, maar met sporten word je heel erg moe. Nou, dat is voor mij is het nog best interessant. Zal ik dadelijk 10 pijlen laten schieten met mijn boog? Ja, is het nou illegaal als ik nou buiten met mijn boogje... Ja, ook echt vragen. Ik wou zeggen, van, heb je een schietvergunning nodig? Ja, nee, dat is toch iets andere vraag, hè? Heb je geen schietvergunning nodig? Je moet alleen, als je over de weg gaat, mag je boog niet opgespannen zijn. Dat wil zeggen dat het feest los moet zitten. Ja. Dat is eigenlijk de enige restrictie die ze geven. En je mag achterin de tuin schieten. Dat mag wel. Ja. Maar moet ik als ik zo'n boog heb in mijn bezit, moet dan een beetje veel goedkeuring van het gedrag hebben of zo? Niet dat als ik ruzie heb, dat ik denk... Dat je een winkelcentrum meer loopt dan dat je in één keer al die pijlen trekt. Ja, nee, maar ja. In principe kan eigenlijk een Nederlander zo'n handboog kopen, hoef je niks voor te overleggen. Geen toestemming van de politie hebben, geen goedkeuring van goed gedrag of zo. Nou, zet u te kijken. We hebben in mei starten met een beginnerscursus. Die hebben we eigenlijk na aanleiding van open dag, waar veel geïnteresseerd hebben, gezegd van nou, we doen een avond, of 4 avonden in mei, beginnerscursus. Dan komen mensen 4 donderdag achter elkaar schieten. Ook daar kunnen ze zich nog voor aanmelden. Die is heel gratis, heel vrijblijvend. Je hoeft geen lid te worden. Dus puur van nou, schiet eens. En als je het leuk vindt, dan ben je verkocht en dan word je lid, denk ik. En vind je er niks aan, nou ja, dan is het zo. Dat mag ook. Ja, en je hebt 3 maanden proeftijd. Ja, je hebt sowieso 3 maanden proeftijd. Ja, ja. Je kunt 3 maanden sowieso schieten. Dat is Nou, dat is langer dan bij de gemiddelde baan. Meestal word je dan ook door 3 maanden uitgegooid. Dus ik ben daar wel gewend in 10 termijn. Dus het komt mij heel bekend over. Maar mijn ervaring is dat mensen komen en ze komen of maar 1 keer. Ja. Of ze blijven hangen. Dus, ja. Ja, maar dat is, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Ja. Hey, ik denk en dan gaan we even nog 1 koffie. Ja, even wakker worden, hè? Voorbereiden. Ja, nee, inderdaad. Ik moet even mijn...
Het duurt bij mij wat langer. Denk je dat je die pijlen onder controle kan? Ja, ik zeg heel eerlijk. Ja, we gaan Theo is een klein, beetje schil. Hoe moet dat dan? Met darten zie ik dat ook nooit hoor. Ik doe altijd maar wat. Ja, maar hoe... Nee, nou doe ik niet zomaar wauw hoor. Die afstand raak je ook eens. Al is het maar het hout van de achterkant. Ja. Maar jullie willen nog koffie? Zet jou met een appeltje ervoor. Zo. Cameraman schieten om te kijken. Ja, daar kan de dorst mee door iemand heen schieten. Ik vind het wel leuk. Wacht even. Nee, jij bent hartstikke. We moeten even een scène zetten. Doe eens even een scène zetten. Zo. Ik kan helemaal verkeerd aflopen. Dat is scherp. Ja, staalpuntje. Moet je kijken. Scherp hoor. Het ziet er al zo simpel uit, maar dat is het helemaal niet, hè? We gaan nu techniek gebruiken die ik anders niet gebruik. Kijk eens hoe de. Zorg dat als je pijl op legt, dat de kleurenpijl de kleuren naar buiten gericht is. Ja? Dat is het eerste. Twee dingels onder de pijl. Dat zijn er meter drie. Ja? En nu moet ik de techniek aan gebruiken, normaal niet gebruiken. Al op 6 schieten. Kijk uit naar het punt van je neus. Kijk eens tegen. Wat toch dat hij terugkomt. En ja, zo. Dan kun je natuurlijk wat lager op denk ik. Zie je dat? Nee. Wat hij dat doet? Kijk goed naar hoe. Ja. Jij schiet daar ook gelijk langs. Nee, natuurlijk niet. Ja, waarom ken je hem? Ik heb ook 137 lessen gedaan en ook nog steeds je rijbewijs niet. Dus. Bam! En hoeveel punten zijn er nou, of is dat? De gele, middelste gele is 10 punten, de buitenste gele is 9 punten. Dan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Dus ga je neus toe brengen. Hoeveel punten heeft hij nou, Theo? Niet zoveel. Tel eens. 1, 4, 5 en 8 is 13. Wou je net zeggen. Ja, het woord uit mijn mond. Nee, maar met dat snap ik de punten tellen ook niet altijd. Kan ik eens altijd, proberen? Hoor. Ja, gewoon proberen. Die bang zijn, jong, er gebeurt niks. Ik ben erbij. De pijl naar buiten. Weer. Onze Indiana Jones. Oh ja. Het is helemaal niks. Nee. Het regent. Echt? Weer naar buiten. Adem dat de grip hoort. Ja. Onder. Zwaar. Ik vind het zwaar. Ik schiet er je kinderen mee. Echt? Eerst dan rekening kinderen. Maar in tekenfilm zie je altijd dat ze dit doen, toch? Hier tussen. Nee, ja, dat moet je niet doen, want dat kost je je vingers. Oh, dat is niet de bedoeling. Ja, kijk, want die heb je boven ook verkeerd om. Kan die? Oh, echt? Nee, dan is dit verkeerd. Moet ik hem zo dan? Dan zeg je het over mij. Zo, ja. Zo. Zo, ja. De kind van 8 dus meegeschoten, ja. En de kleuren al naar buiten. Eerlijk gezegd. Zo. Oké. Okay. Oh, hij moet hierop liggen. Ja. Pijlsteen leggen. En dan door 4 vingers heen, hè, Theo? 2 vingers om, hier ongeveer. Zo. Ja? Zo? Nee, zal ik eerst schieten? Ja, als jij schiet, eerst. Dan doe ik namelijk een paar stappen naar achter. Ja, dat doe ik echt. Ik ben geladen. Dan zeg jij maar af. Moet ik met 4 of 2 dingen schieten? 2. Ja, je had er 4 net, hè? Oh, dan. Ha! Wow. Theo, nou jij, ik ga naar 8. Ik doe hem op 9, hè? Of op 8 bedoel ik. Ik ben bang dat het ding klapt in mijn gezicht. 3. Ja, moet die nou? Nou, meneer Bont, hè? Ja. Zo slecht was dat nog helemaal niet. Nee. Nee. Oefening baart kunst. Het was heel slecht, hè? Ja, maar wel binnen de lijntjes. Daar ging, ging met kleuren anders vroeger. Ja, nog steeds. Daar praten ze niet over, hè? Dat was... Zo, wat is dit eigenlijk? Stroop, de beste stroop. Ja. Ik schiet ze er wel diep in, hè?
pijltjes. Ik stel voor dat we een wedstrijdje houden. 3 pijlen. Kijken de meeste punten haalt. Ja, Remco schiet op baan 7 en Theo op baan 8. Ja. Ja. Helemaal klaar voor. Moeten we eveneens schieten? Of, Ja, ik zal even achterblijven staan om een beetje aanwijzingen te geven. Je mag beginnen. Hij ligt goed, hè? Hij ligt goed, ja. Ik 7, hè? Ja. Oké, ik begin wel even. Ik wens je heel veel succes. Ja. Ik zou iets meer... Ja, lijkt me nou eens niet af. Ja, joh, dat gaat hartstikke goed. Ik weet dat je kan. Kom dan, schieten. Oh, wat goed. Oeh. Oh, je bent echt goed. Oeh, in het rood. Ja, dan ben ik van erop. Hé, hey, midden erin. Kijk, wow. Beter. Ja, die zie je. Ik heb hier echt goede aanleg voor, hè. Ja, dat is netjes. Dat is een ik zou een inschrijfformulier meenemen als ik jou was. Ja. Maar ik krijg niet 3 maanden proeftijd, hoor. Nee, ga, waar dan? Ja, gewoon gelijk. Hij wil gewoon geef gelijk. Geef hem maar een sleutel mee. Geef hem maar een sleutel. Zo. Ik kan er wel feestjes geven zaterdags. Het duurt nog lang, hè. Ja, ik neem daar de tijd voor. Maar kijk hoe mijn boog trilt, hè. Ja, dan ben jij die trilt, niet die boog. Kijk. Nou, hoeveel punten? Nou, laten we eens even kijken. We gaan een score opmaken. Spannend muziek. Tudu. 8 en 5, dat zijn 23 punten. Nou, dan vergeet dat maar. Theo die heeft, eens kijken, 7 en 5 is 12 en mist dus maar 12 punten. Nou. Dus Remco won. Dus met laser game gewonnen. Hey. Volgende keer gaan we iets minder richtingsgevoel doen. Dit zijn gewoon allemaal echt. Nee, jij kiest allemaal. Nee. En dan kan jij kiest allemaal van die dingen uit waar je moet richten. Remco die is in één keer overal spontaan goed in, maar die doet echt alleen maar items. Die echt bij hem passen en waar hij zeker weet van dat hij gaat winnen. Dus het lijkt me nou wel binnenkort leuk om hem om een keer een balletles te gaan volgen. En hem lekker in een roze tutu te hijsen. Als een lekker roze varkentje. Staat hem goed. Dus als iemand een balletschool weet, neem even contact op met redactie@tv73.tv. En dan zien we volgende keer in de balletschool. En ik ga nou naar huis en mijn nederlaag vieren. Ik kan het toch weer weten, ik kan er niks aan doen. Dat is wel grappig, gewoon met Amy bij Rondje NL, want Amy meestal. En met Op stap bij Bonte en de Faan heb ik de smaak goed te pakken. Dus nou moet ik ook wel zeggen, dit zijn natuurlijk ook wel best wel mannelijke sporten, hè. En ja, ontsteken is niet echt een man. Ik noemde hem niet voor niks al Thea. Dus ja, die jongen kan eigenlijk gewoon niet zo heel wat. Germ. Ik vind het zo sneu voor die jongen. Maar... ik geef hem straks wel lekker een biertje en dan komt dat wel goed. En de volgende keer dan denk ik dat hij mij weer iets laat doen wat ik totaal niet kan. Maar ik ben eigenlijk gewoon een beetje een alleskundig. Maar dat weet hij niet, Dat betekent dat ik je dik heb ingemaakt. Ja, 2-0 voor jou. Dus ik heb deze aflevering alweer gewonnen. Weet je, laten we afspreken dat jij de volgende keer iets mag uitzoeken waar jij goed in bent, oké? Is goed, doen we. Nou, dan bedank ik jullie voor het kijken. En wil jij ook een lesje handboogschieten doen? Ik ga gewoon eventjes een kijkje nemen bij Nimrod. Je kan gewoon binnenlopen, hè? Kan gewoon binnenlopen. En hij is vuurwapengevaarlijk. Kijk uit. Vanaf 7 uur. En ik heb een nieuwe hobby erbij. Ik hoop dat die wel langer volhoudt dan 2 proeflessen. Ja, judo was geen succes. Nee, het was 1,5 les. Toen moest ik op de bank opdrukken en zo. En toen ben ik maar gestopt. Dat is echt was. En kijk ook eventjes op de website van Nimrod. Tot volgende week. Doei. Dat was hem weer, een spectaculaire aflevering van Bonte en de Vaan. Op weg naar de volgende week, waar ze weer hilarische taferelen zullen beleven. En dat zie je natuurlijk allemaal op TV 73, de zender voor Den Bosch en omgeving en alle zusjes.